We hebben er jammer genoeg allemaal mee te maken met de dood. En als je opa, je oma, je moeder of je vader bijvoorbeeld overlijdt, ga je ervan uit dat uitvaartverzorgers respectvol omgaan met het lichaam van jouw dierbare. Maar helaas, in de praktijk werkt het soms heel anders. 1 op de 4 uitvaartondernemers in ons land wordt door geen enkele instantie gecontroleerd. En daardoor kan het soms vreselijk misgaan. Dat weten ook Marvin en zijn collega Ira. Zij verkopen rouwkisten in hun eigen winkel, maar rijden ook af en toe als chauffeur voor het rouwcentrum van Erik V. Zij willen waarschuwen voor zijn wanpraktijken. Erik V. blijkt rouwkisten volledig kaal te strippen van alles wat van waarde is voordat ze de oven ingaan. Dit is strak katoen en dit haalt hij er dan uit, zeg maar, en dit niet er dan in een andere kist. Kisten wordt ook, zeg maar, gebruikt. Terwijl er al iemand heeft ingelegen, zeg maar, dus hij trekt alle bekleding trekt hij eruit, haalt de overleden nog uit, haalt hij het onderdekje eruit en dan trekt hij hem eigenlijk kaal en dan gaat hij dus leeg naar het crematorium. Is toch niet te geloven? Nee, ja, dat lijkt mij ook niet. Het hoort niet. Dus kijk, mensen betalen ergens voor en je gaat er gewoon vanuit dat iemand waardig dus naar het crematorium gaat. En ik vroeg nog, ik zeg, maar waar zijn die handvatten? De kist moet nog in de auto. Oh, zegt hij, dat heb ik afgehaald. Ik zeg, maar waarom haal ik het af? Maar dat kan ik nog gebruiken. En dat doet hij dan beplakken met duct tape. En dan doet hij, de overleden persoon doet hij dus weer terugplaatsen. Gewoon in een kale bak, zo kan je het dan noemen, zeg maar. De nabestaanden denken dat hij er nog zo bij ligt. Ja. De mensen denken natuurlijk, want ja, er is dan verder voor de rest niemand meer bij. Want hij doet het ook het liefst 's nachts. Zodat niemand weet waar diegene heen gaat. Volgens Ira is het rouwcentrum van Erik V. sowieso één grote puinhoop. Het staat overal wat in uitvaartkisten liggen, gewoon urnen. Die zijn ook, sommige zijn ook gebroken. Dus de as ligt daarnaast. Ik ben gewoon sprakeloos. Ik weet niet, ik heb het zelf gezien, ik heb het zelf meegemaakt. En eigenlijk, dat kan niet. Ook weet Marvin dat Erik V. als oplichter te boek staat. Dus crematoria's betaalt hij niet, rouwcentra's betaalt hij niet. Hij betaalt zijn kisten niet. Maanden laat hij niks van zich horen. En als je hem dan belt van, joh Erik, het wordt tijd dat je je factuur verdoet. Dan zegt hij, zit je om geld verlegen. Maar het wangedrag van Erik V. gaat nog veel verder. Hij was klaar met een rit, zeg maar. En hij was moe. En toen vertelde hij van, ik was zo moe dat ik die overledene gewoon met me mee naar huis heb genomen. En dus gewoon de nacht in zijn schuur heeft gezet, zeg maar. Toen dacht ik zoiets, ik zeg maar Erik, zeg, dat kan je toch niet maken? Je bent een uitvaartondernemer. En dan hoor je niet met iemands dierbare zelf mee naar huis te gaan om die thuis te verzorgen omdat jij moe bent. Hallo. Hallo. Alberto, ga zitten. Het verhaal van Marvin wordt bevestigd door de buurvrouw van Erik V. Wat heb je precies gezien? Mijn zoontje heeft dus in het begin gezien een lijk op een ijzeren brancard. En dan reed hij mee door de straat heen naar zijn achtertuin. Zijn eigen achtertuin? Zijn eigen achtertuin, ja. En wat deed hij daarmee? Nu heeft hij dus daar in de schuur gezet. En toen hebben wij snel de wijkagent gebeld. En hij heeft het ook bevestigd dat hij inderdaad bij hem in zijn schuur lag, achter in de tuin. Met een stukje doek eroverheen, rood doek. Dat weet ik ook nog heel goed, maar niet helemaal afgedekt. En mijn zoontje weet als geen ander waar een lijk op komt te liggen, want dat is ook met ons zoontje gebeurd. Dus ja, die wist gelijk waar het over hadden, want we hadden nog geen half jaar geleden ons zoontje begraven. Oh, wat vreselijk ook voor hem om dat te zien. En voor jullie om dat te zien. Nou, ik was ook hels. Ik was echt in alle staten, want ik vind het echt heel respectloos. Ik had er niet aan moeten denken dat dit met mijn kind was gebeurd. Een bizar verhaal van de buurvrouw, dat wij vanzelfsprekend hebben gecheckt bij de politie. En zij sturen ons de volgende schriftelijke verklaring. Een wijkagent heeft gereageerd op een melding van buurtbewoners. En hij heeft een bezoek gebracht aan de betrokkenen. Hij bleek inderdaad op een koelplaat een lichaam in of bij zijn huis te bewaren. Verder wordt uit de verklaring ook duidelijk dat zij Erik V. niet hebben kunnen aanhouden omdat wat hij doet officieel niet strafbaar is. Maar de politie schrijft ons ook: je kunt je afvragen of dit overeenkomstig de dienstverlening is die je van een uitvaartondernemer mag verwachten. Maatregelen zijn na het bezoek van de politie niet genomen. En Erik V. gaat daarna ongestoord verder als uitvaartverzorger, met alle gevolgen van dien. Het gaat om dit rouwcentrum, genaamd Moer Uitvaartplanners in Voorburg.
Het bedrijf staat weliswaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar is geen lid van een overkoepelende organisatie. Weet ook Heidi van Haarstedt, voorzitter van de branchevereniging Uitvaartondernemers. Nu is deze uitvaartondernemer nergens bij aangesloten. Nee, dat begrijp ik. Ja. Hoeveel van dit soort ondernemers zijn er? Dat durf ik je niet te zeggen. We hebben in Nederland zo rond de 2000 uitvaartondernemers. In Nederland hebben zo dit jaar, vorig jaar 150.000 uitvaarten gedaan. En daarvan doen 75% daarvan wordt gedaan door keurmerk-uitvaartondernemers. En die andere 25%? 25% die worden dus niet, zijn niet aangesloten bij een bedrijf, bij een branchevereniging. Die worden dus ook niet gecontroleerd? Die worden niet gecontroleerd. Nee. Daar is geen zicht op? Nee. Dat een uitvaart falikant mis kan gaan, weet ook Edwin Wijnvoort. Hij verloor recent zijn moeder en Erik Vee verzorgde de crematie. Wat heeft hij niet goed geregeld? De bloemen heeft hij niet goed geregeld. De urn heeft hij niet goed geregeld. De rouwwagen heeft hij niet goed geregeld. Er is niks goed geregeld. Wat was er mis met de wagen? De kleur. Want mijn moeder, de wens was om in een witte wagen weggebracht te worden. En dat is een zwarte geworden. En dat is ook niet met mij overlegd. En dat wist jij pas op de dag van de crematie? Op de dag van de crematie, op de dag dat ik naar buiten liep met iedereen achter mijn moeder aan. En die wagen stond daar, zag ik toen in één keer dat het een zwarte was. Want als ik er nou ook weer naar kijk, dan komt er heel wat los. De uitvaart vond plaats bij rouwcentrum Waldek van Rabia Jarmohamed. Maar omdat zij het in die week te druk had, schakelde zij Erik Vee in. Hij zou de hele uitvaart en crematie verzorgen. Zij is des duivels dat hij de crematie zo heeft verprutst. Wat je beloofd hebt, moet je nakomen. Het is het mooiste wat je voor iemand kan doen. Het laatste ook wat je goed moet doen. En waarom zou hij dat niet hebben gedaan? Na de uitvaart wordt de kist met daarin de overleden moeder van Edwin naar het rouwcentrum van Erik vervoerd. Wat daarna met het lichaam is gebeurd, is volledig onduidelijk. Edwin heeft geen idee waar zijn moeder is gecremeerd. Ik weet het ook niet. Hij wil me dat niet zeggen. Maar waarom niet? Ik weet het nog steeds niet. Ik krijg het niet uit hem hoor, waar die moeder gecremeerd is. Edwin belt met Erik Vee. Hij wil de urn en hij wil weten waar zijn moeder is gecremeerd. Ja, Erik met Edwin. Ik wil graag weten hoe het is met de urn van mijn moeder. Ja, ik denk deze week dat ik hem wel voor jullie kan zorgen. Ja? Welk crematorium is eigenlijk naartoe gebracht? Dat is ons eigen crematorium, waar we een eigen crematorium hebben. Ja, welk crematorium is dat dan? Die Voorburg. Ja, hoe heet die dan? Dat is Moer. De Moer? Moer. Erik Vee noemt zijn eigen uitvaartcentrum als de plek waar de moeder zou zijn gecremeerd. Een plek waar helemaal geen crematorium staat geregistreerd. Moer, oké. Okay. Ja. Houd op donderdag. Oké, okay. Bedankt. Doei. Een paar dagen na het telefoongesprek gaat Edwin de urn van zijn moeder ophalen in het rouwcentrum van Erik Vee. Ik stuur een vrouwelijke collega mee, zodat wij dat gesprek kunnen vastleggen met verborgen camera's. En ook ik ben bij deze afspraak in de buurt. Er zijn een hoop vragen. Ja, en hier links is het rouwcentrum. Ik parkeer mijn auto op gepaste afstand van het rouwcentrum en bel met mijn collega. Hey Alberto. Hey, jullie kunnen wat mij betreft deze kant op rijden. Oké. Is goed. Heel veel succes Edwin hè. Ja, bedankt. Het gaat wel lukken. Oké, ik spreek je straks. Jo, is goed. Nou, we zijn hier vandaag vanzelfsprekend voor het verhaal van Edwin. Hij wil weten wanneer hij de urn kan meekrijgen. Maar voor mij is ook nog wel interessant wat er gebeurd is na de crematie. Want hij heeft tegen Edwin gezegd dat zijn moeder hier is gecremeerd. Maar wij weten, althans we hebben betrouwbare informatie waaruit blijkt, dat dat hier helemaal niet kan. Dus de vraag is waar dat wel gebeurt. Terwijl Edwin en mijn collega het terrein komen oprijden, arriveert ook Erik Vee in zijn rouwwagen. Dat is de lijkwagen. Daarachter. Parkeert gelijk daar rechts.
Hoi. Hey. Alles goed? Ja, zeker. Mooi. Druk? Ja. Hoi, Michel. Hoi, Erik. Ja, kom binnen. Ja. Alle deuren in het rouwcentrum zijn dicht. En we worden direct meegenomen naar een apart kamertje, waar ook de vrouw van Erik aanwezig is. Het rouwcentrum staat officieel op haar naam. Dit is in ieder geval de crematieverklaring. Ja. Ik heb dadelijk een handtekening van je. Edwin krijgt een officieel uitziend document onder zijn neus geduwd, waarop de naam Crematorium Voorburg staat. Een crematorium dat nergens staat geregistreerd. Is dat de urn? Ja, dat is de urn. Nu de urn er is, vraagt mijn collega door over de plek waar Edwins moeder is gecremeerd. Ze is hier gecremeerd, toch? Ja. In de crematie van jou? Ja. Crematorium bedoel ik? Ja. Oké, ja. Oké. Dus hier teken je ook voor? Ja. Dat jij dan de urn ook meekrijgt. Dus u hebt mijn moeder ontvangen en ze is hier is ze gecremeerd? Oké. Dat zo gaat toch gewoon bij ons? Erik is kraakhelder. In zijn crematorium in Voorburg is de moeder van Edwin gecremeerd. En als ik dat vertel tegen Rabia, is ze met stomheid geslagen. Heeft hij een crematorium? Nee. Nee, echt niet. Hij heeft hem dat echt letterlijk verteld. Oh ja? Nou, denk het niet. Je moet vergunning voor hebben. Je kan toch niet zomaar iemand ergens cremeren? Daar zijn crematoriums voor. Ik check het ook bij Jaap Blaak, voorzitter van de Landelijke Vereniging Crematoria. Heeft hij een vergunning? Nou, in Voorburg staat geen crematorium, dus hij kan daar geen vergunning voor hebben. Dat betekent dus ook dat hij hoe dan ook geen crematies mag uitvoeren? Dan mag hij zelf geen crematies uitvoeren. Maar Erik blijft volhouden tegenover Edwin dat hij het allemaal zelf doet. We hebben twee crematoria's. Mm-hmm. Ik ben er altijd bij. Dus daar kunnen geen fouten in worden gemaakt? Absoluut geen fouten in worden gemaakt. Oké. Mijn kinderen, dit is je moeder. Oké. De afspraak is ten einde. En Edwin neemt de urn met de as van zijn moeder mee. Bedankt. Dag. Hoi. Iets verderop vang ik Edwin op om te horen hoe hij de afspraak heeft beleefd. Hoe is het gegaan? Ja, heb zijn babbeltje wel bij zich. Want ze is bij hem gecremeerd, daar zo. Dat zegt hij? Ja, want hij heeft twee crematoriums, maar hij is daar zo bij hem gecremeerd. Dus, maar niks wees erop dat daar een crematorium zat. Helemaal niks. Dus, en ik heb er ook een rotgevoel over, eerlijk gezegd. Want ik voel me zwaar in de maling genomen. Echt waar. Jij gaat in elk geval de urn met je moeder meenemen naar huis. Ja. Maar we gaan eerst nog even verder onderzoek doen naar hoe die uiteindelijk die crematies allemaal regelt. Ja. En we houden contact. Is goed. Ja? Oké, toppie. Edwin is blij met de urn, maar blijft met vragen zitten wat er daadwerkelijk is gebeurd met het lichaam van zijn moeder. En dus is meer onderzoek noodzakelijk. Marvin en Ira gaan voor ons undercover bij Erik. Zij werken ook in de wereld van de uitvaart en willen bij hem de misstanden vastleggen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.